Dag allemaal, welkom bij dit filmpje over het verloop van functies van het gedeelte analyse met afgeleiden. Het gaat over hoofdstuk 2 van het boek en daarin wordt eigenlijk gezegd van kijk, het verloop van een functie, dat is het stijgen of het dalen van een functie en het bepalen van de extreme waarden, namelijk het minimum of het maximum. Relatieve extrema, want soms gebeurt het dat een functie nadien blijft stijgen en nog eens een minimum krijgt enzovoort. Daarnaast heb je ook het hol- of het bolverloop en eventuele buigpunten. Meer daarover in een later filmpje. Het stijgen en dalen, dat wordt afgelezen aan de hand van de eerste afgeleide. Het hol- en het bolverloop wordt afgelezen aan de hand van de tweede afgeleide. De eerste afgeleide is gewoon één keer uw functie afleiden. De tweede afgeleide is twee keer uw functie afleiden. Eigenlijk is het niet moeilijker dan dat. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Wel, het is een klein stappenplan van ongeveer een zestal stappen om het stijgen en dalen en extreme waarden te bepalen. Dus als eerste ga je moeten kijken naar de bestaansvoorwaarden van functie f. Waar bestaat mijn functie? In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een functie geen waarde heeft. Als het bijvoorbeeld onder een wortel staat of het is een logaritme, dan kan het zijn dat een functie niet bestaat. Bepaal daarna de eerste afgeleide f-accent. Dus eigenlijk gewoon de afgeleide bepalen. Daarna ga je van die afgeleide de nulwaarde bepalen. Vervolgens het tekenverloop opstellen van de afgeleide aan de hand van die nulwaarde en wat je weet van functies. En dan aan de hand van dat tekenverloop het stijgen en dalen van functie f gaan bepalen. Uiteindelijk ga je dan de extreme waarden zelf gaan berekenen, dus de minima of de maxima, door in te vullen in functie f. Nu, hoe weet je nu of een functie stijgt of daalt aan de hand van dat tekenverloop? Dat heeft te maken met de afgeleide. Je ziet hier op het scherm een kleine animatie die aangeeft, kijk, de afgeleide in een punt, dat was de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. En als die richtingscoëfficiënt positief is, dan merk je dat je originele functie, dus functie f, stijgend is. Is die raaklijn dalend, met andere woorden de richtingscoëfficiënt dalend, dan is mijn functie, is die richtingscoëfficiënt negatief liever, dan is mijn functie f dalend. Is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn 0, met andere woorden loopt dat horizontaal, dan hebben we mogelijk een extreme. Mogelijk. Want het zou nog kunnen zijn dat het even stopt met stijgen en daarna verder stijgt. Meer daarover als we het over hol- en bolverloop gaan hebben. Als eerste een voorbeeldje. De functie die daar staat, x tot de derde min 3x kwadraat min, en dan zie ik het nu, of plus, want nu zie ik het niet, want er staat hier bij mij een schermpje voor, maar jullie zien dat normaal gezien wel. Gaan we kijken naar de bestaansvoorwaarden. De functie bestaat overal. Dus er is geen bestaansvoorwaarde nodig. Het is een gewone veeltermfunctie en veeltermfuncties hebben een domein R, dus geen probleem. Daar kunnen we overslagen. Handig. Dan gaan we de afgeleide bepalen. De afgeleide van x tot de derde is 3x kwadraat. De afgeleide van min 3x kwadraat is min 6x. En de afgeleide van een constante is 0, dus die valt weg. En we hebben onze afgeleide functie. Daarna, daar de nulwaarde van berekenen. Dat is op zich nog niet zo heel moeilijk voor deze functie. We gaan 3x afzonderen. Als we 3x afzonderen, houden we 3x maal x min 2 over. Dat moet gelijk zijn aan 0. Dus ofwel is x gelijk aan 0, ofwel is x gelijk aan 2. We hebben dus de nulwaarde. We gaan dat even samenvatten langs de rechterkant van het scherm, dat we dat bijhouden. En dan gaan we eens kijken. We maken ons tabelletje. We gaan een tabel maken waarbij we x, het tekenverloop van f accent en f, gaan opstellen. Bij x zetten we alle nulwaarden die we berekend hebben. In dit geval 0 en 2. En we weten dat dat 0 is, dus dat vullen we ineens maar aan. En dan gaan we kijken. F-accent is een parabool, meer bepaald een dalparabool, want 3x², die 3 is positief, dus een dalparabool. Met andere woorden, langs de buitenkant staat er plus, langs de binnenkant min.
En dan wisten we, door de animatie, als het teken van de afgeleide functie positief is, dan stijgt mijn originele functie. Is het teken negatief, dan daalt mijn originele functie. En daardoor kunnen we nu de pijltjes gaan zetten. Dus ik weet van f dat die eerst stijgt, dan daalt en daarna terug stijgt. Ik weet dus ook dat bij 0 een maximum is. Wat is dat maximum? Ja, dat kan ik alleen maar weten door dat in te vullen in mijn functie f. 0 tot de derde min 3 maal 0 tot de tweede plus 6 is 6. En dat is dus een maximum. Bij 2 heb ik een minimum, relatief minimum. Wat is dat minimum? Ja, we gaan 2 invullen. 2 tot de derde is 8. Min 3 maal 4 is min 12 wordt dat. Dus dat is 3 min. Dus dan wordt dat uiteindelijk min 4 plus 6 is 2. 2 als minimum. Als we op de grafiek kijken, dan zien we dat dat ook effectief zo is. Bij 0 heb ik een maximum van 6 en bij 2 heb ik een minimum van 2. Dat was een heel eenvoudig voorbeeld. Ik kan een iets ingewikkelder voorbeeld geven, namelijk bij deze. De functie f van x is gelijk aan het natuurlijk logaritme van 9 min x² plus x. Hier hebben we wel een bestaansvoorwaarde. Want je kan geen logaritme nemen van negatieve getallen of van 0. Dus in dit geval, 9 min x², hetgeen dat tussen mijn, bij mijn logaritme staat, moet groter zijn dan 0. Als we die ongelijkheid oplossen, dan weten we dat x ofwel kleiner moet zijn dan 3, ofwel x groter moet zijn dan, en x groter moet zijn dan min 3. Met andere woorden, x moet liggen tussen min 3 en 3. Dat is onze bestaansvoorwaarde. Hebben we straks nodig wanneer we het stijgen en dalen gaan bepalen. Nu gaan we naar f-accent, dus de eerste afgeleide. We gaan dat opsplitsen. We gaan eerst de afgeleide van dat logaritme doen en daarna de afgeleide van x. De afgeleide van x is een gemakkelijke, dat is 1. Maar de afgeleide van 9 min x kwadraat, liever het natuurlijke logaritme daarvan, dat is met een kettingregel. Ik kan wel de afgeleide van ln x bepalen, of van ln u. Dus dat wil zeggen dat we u gaan schrijven als 9 min x². We gaan ln u apart afleiden, we gaan 9 min x² apart afleiden, dus de standaard kettingregel toepassen. En dan krijgen we min 2x gedeeld door 9 min x², als we dat dan daarna vermenigvuldigen. In totaal krijgen we dus min 2x op 9 min x² plus 1 als afgeleide functie. We gaan dan een klein beetje herrekenen. En we gaan die 1 vervangen door 9 min x². We gaan het dus eigenlijk op gelijke noemer gaan zetten, zodanig dat we 1 een breuk krijgen, waar de alles op staat. En als we het dan nog wat ordenen, zodanig dat alles met kwadraat van voor staat en dalende macht van x, dan krijgen we min x kwadraat min 2x plus 9 in de teller, gedeeld door min x kwadraat plus 9 in de noemer. En dat is mijn afgeleide functie. Ik ga er ook even langs rechts bijhouden. En dan gaan we naar de volgende stap. De nulwaarde. Nu, dat is een rationale functie. En we weten van een rationale functie dat de nulwaarden daarvan de nulwaarden van de teller zijn die geen nulwaarden van de noemer zijn. Dus ik moet nu wel effectief wat gaan rekenen. Nu, het zijn allebei tweedegraadsfuncties, dus ik kan met een discriminant of met een andere methode. Ja. De teller is met een discriminant en dan krijgen we min 1 min wortel 10, min 1 plus wortel 10, reken het gerust zelf eens na. Zijn de min 4,162 en plus 2,162. De noemer kunnen we gewoon 9 naar de andere kant brengen en van teken wisselen en dan krijgen we x is 3 of x is min 3 voor de noemer. We hoeven geen nulwaarde te schrappen, die kunnen we alle vier gaan hanteren in ons tekenverloop. Want het tekenverloop van een rationale functie, zou je nog van vorig jaar moeten weten, gebeurt ook in een soort tabelletje. Namelijk, we nemen x bovenaan, dan hebben we de teller en de noemer. En dan tenslotte het tekenverloop waarbij we de tekens van teller en noemer door elkaar gaan delen. We schrijven bovenaan onze getallen die we hebben. Zowel voor de teller als voor de noemer. En we gaan de nullen op de juiste plaats al invullen.
We weten bij de teller dat dat die min 4,162 was en 2,162. En bij de noemer min 3 en 3. Daarna gaan we aanvullen. Het zijn allebei bergparabolen. Dat wil zeggen dat aan de buitenkant de min staat, aan de binnenkant de plus. En als we dan gaan kijken, min gedeeld door min is plus, 0 gedeeld door min is 0, plus gedeeld door min is min, plus gedeeld door 0 bestaat niet. En we hebben een getal gedeeld door 0, dus dat wil zeggen dat we een verticale asymptoot krijgen daar. Hetzelfde krijgen we bij 3, dus bij min 3 en 3 hebben we een verticale asymptoot en daartussenin plus 0 min. En nu komt die bestaansvoorwaarde, want die is van belang. We weten eigenlijk dat x moet liggen tussen min 3 en 3. Met andere woorden, dat we eigenlijk al een heel deel gewoon kunnen uitsluiten. Dat hoeven we helemaal niet te bekijken. Want daar bestaat die functie ook niet. Het is dus niet zo dat die functie stijgt en dan daalt. De verticale asymptoot opnieuw stijgt en dan daalt om dan tenslotte te stijgen. Dat is niet zo. De functie bestaat alleen maar tussen min 3 en 3. Dus vandaar even arceren om aan te geven, kijk, daar bestaat de functie niet. En ik ga enkel en alleen kijken wat daar nog tussen moet. Dus ik heb eigenlijk maar één stukje functie dat stijgt en daarna daalt. Bij 2,162 hebben we een maximum, want we gaan eerst naar boven, naar beneden, dan naar beneden. Dus dat is een maximum. En we gaan die 2,162 invullen voor x. En dan krijgen we 3,627 als je het invult met je rekentoestel. En dat is dus het maximum. We kunnen dan nakijken als we de grafiek zelf tekenen. En dat lijkt inderdaad zo te kloppen dat het maximum ergens bij 2,162 zit. En dat het dan inderdaad 3,627, dat zal ook wel ongeveer juist zijn. Dus, nog eens even samengevat. Dus mocht je dit nog snel willen zien, je weet dat je op het einde van de dia gewoon dit even kan bekijken. Dus eerst de bestaansvoorwaarden nakijken van de functie, dan de eerste afgeleide berekenen, vervolgens de nulwaarde bepalen, dan het tekenverloop opstellen van de afgeleide functie, dan met behulp daarvan liever van dat tekenverloop het stijgen of dalen bepalen van de hoofdfunctie en dan de extreme waarde berekenen door het in te vullen in functie f. Dat wat dit eerste filmpje betreft over het verloop van functies. Het volgende filmpje gaat over hol en bol en over de tweede afgeleide test. Maar dat is voor later. Veel succes!